kan MVV weer terugkeren naar het team. En dan vooral de prestaties van het eerste gedeelte van dit seizoen. Dat gaan ze doen met Matisse op goal achterin. Met Essers, Van Helden, Waam en Labiel. Geen verrassingen dus in de defensie bij de Maastrichtenaren. Ook niet op het middenveld met Soeren, Steukers en Zepar. De enige wijziging die Maurice Vaberne moet aanbrengen is links voorin. Livramento maakt zijn basisdebuut van dit seizoen dan. Hij mocht al 17 keer invallen. Maar door afwezigheid van Bommel en ook nog de geschorste Reemans is er een plekje vrij voor Livramento. En mag hij dus starten vandaag met Kostons en Blummel. Gebroederlijk arm in arm voor het Maastrichtse volkslied. Maar de meesten van hen kennen dit volkslied niet. De jongens daarvoor kennen het beter dan de spelers erachter. Bij PEC wordt het interessant. Hoe gaat het er op het veld uitzien zonder een echte rechter wingback zoals Gerlich de laatste wedstrijden? Van Polen, Kersten en Belen, het centrale trio. Dat is niet zo verrassend. Maar dan heb je met Huiberts, Van den Belt, Medunjanin en Van den Berg. Die natuurlijk wel vaker vanaf die linkerkant heeft mogen starten. De middenvelders op het middenveld staan. En Asjefai die er nieuw bij komt. Basisdebuut voor hem. Medunjanin, dat is een goede bal. Die krijgt hem toch. Het schietbeen. Dat was een knap zat. Nog geen werk voor Matisse. Taha. Soeren, verliest de bal. Van den Belt, Medunjanin. Van den Berg, hard geschoten. Matisse met de redding. Nog een rebound? Nee, die komt er niet. Zo is de dreiging van PEC in de openingsfase ook omgezet in een echte doelpoging. Van den Belt. Medunjanin. Alle tijd. Maar hij neemt wel heel veel tijd. Hij krijgt het ook hoor. Zoveel tijd. Zoveel tijd dat hij kan scoren. Haris Medunjanin. Het kon eigenlijk ook niet uitblijven. In dat eerste kwartier waarin PEC de enige ploeg was die ten aanval trok. Zorgvuldiger met de bal omging. Het enige dat nog ontbrak waren echte grote kansen. Eentje werd er al gecreëerd. Die werd gepakt door Matisse. Maar nu doet niemand in de verdediging echt iets. Niemand grijpt echt in. En dan is het zelfs voor een middenvelder die niet heel veel scoort een koud kunstje. Krijgt niet altijd de kans van Schreuder vanaf de start. De veteraan, zo mag hij met alle respect toch genoemd worden. Daar dan, dat is de tweede. Zo snel kan het gaan. Nu niet zozeer veel tijd om uit te halen, want hij schiet in één keer. Maar de defensie van de MVV ziet er daar echt niet goed uit. Moet je die bal nog wel even lekker de hoek intrappen. Dat doet Taha hoor, met gevoel. Bal door Soeren op een onmogelijke manier ingeleverd. Van den Berg. Scheppen en koppen. Taha, zeker niet de langste op het veld. Komt nog aardig in de buurt van een goede kopbal. Medunjanin. Ja, dat is misschien net iets te veel van het goede. Labiel. Blummel, dat is een goede bal en dat is ook een doelpunt. Goed uitgespeeld door MVV. Dit is het MVV dat we vaker gezien hebben in aanvallend opzicht. Zippar scoort. Snel, flitsend. Leuk om naar te kijken. Dat was niet bepaald MVV in de eerste 25 minuten. Maar één briljante ingeving van het collectief levert dan toch het doelpunt op. Assist van Blummel. En Zippar maakt zijn eerste van dit seizoen. Ook nog eens in zijn jubileumwedstrijd. Het is zijn 50ste voor MVV. Dan scoort hij. Van den Belt. Van den Berg. Ja, goed geschoten. Maar ook daar geldt weer dat er heel veel ruimte en tijd gegeven wordt om te schieten.
een mooi rijtje daar. Rick Kruis en Willem Jansen. VVV is de volgende tegenstander van MVV. En ze zitten naast de familie van Bommel. Stevast op de tribune hier. Zepar. Steukers. De Bruyne van Maastricht. Bijna hier een goede voorzet. Blummel dan. Heeft misschien die bijnaam niet. Zoiets kan hij wel krijgen als de voorzet goed is. Schendelaar laat zich daar verrassen. Door Livramento. Is zijn goal nu uit? En dan moet hij er toch eigenlijk gewoon in. Steukers kijkt die bal na en hoopt maar één ding, dat er iemand tegenaan loopt. Het lukt Costons niet, het lukt Blummel niet. En dus komt Schendelaar heel goed weg. Zepar, Soeren. Hij heeft al een aantal keer deze eerste helft de bal verloren, Nicky Soeren. Op plekken waar het niet zo heel verstandig is om dat te doen. Van der Belt. Voortrekken en Taha moet hem daar toch gewoon binnen schieten. Is hij zelf wat te ver naar voren gelopen? Is de bal net iets te ver achter hem gespeeld? De waarheid zal wel een beetje in het midden liggen. Met de actie van den Belt is in ieder geval niets mis. Achefay. Medunjani en Achefay goed gespeeld en ook goed afgerond. Nee, ook die wil er niet in. Forti. En dan heeft Peck straks, als een rustsignaal zou klinken met deze stand, die stand volledig aan zichzelf te wijten. Steukers. Die toch wat meer naar de linkerkant is uitgeweken dan van tevoren werd gedacht en ook gezegd. Livramento wat meer in de as van het veld, in de buurt bij Costons. Dit is labiel en daar is de kopbal van Livramento dus. Zepar. Soeren. Ja, wie raakt daar nou wie? Soeren had de bal en leek er ook vandoor te kunnen gaan. Dat lukt uiteindelijk niet. Belen zet er nog een voetje tussen. Die maakt dan de overtreding. Krijgt de eerste gele kaart van deze wedstrijd. En doet dat inderdaad ook erg onhandig. Dat is toch een trieste aftocht voor Nicky Soeren. En natuurlijk is dit nooit de bedoeling van een speler. En wil Belen ook echt niet een einde aan de wedstrijd van Soeren maken. Maar in zo'n situatie met dat been zo naar voren, dan zou je ook kunnen denken, het kan misschien wel iets minder. El Azrak gaat hem vervangen. Van der Belt. In de muur. En Costons definitief uit de 16. Huiberts. Van den Berg, goede bal. En Matisse in de korte hoek is er nog bij. Voordat het doelpunt kan vallen. Echt bijten doet Peck dan ook niet. Los dan van die kans. Een paar minuutjes geleden. Wel veel aan de bal. Tee. Met Huiberts. Daar voor de 16 en het schot. Nou, daar hadden de beide mannen nog wel op een rebound gehoopt. Die kwam er niet. Het schot was van Taha. Tee. Daar is ook Matisse met de borst. Onorthodox keeper. Maar dan is je goal wel leeg natuurlijk. Van den Berg had dat gezien. En Taha vliegt er ook nog in. Maar een doelpunt levert het voor Peck niet op. En dan is daar dat hoekje een veilig hoekje voor de doelman. Hoe kan het dat deze wedstrijd nog spannend is? Steukers. Zegers eroverheen. Zepar. Dat is een goede paas. Steukers, Steukers, Steukers. De kans op de gelijkmaker. En dan had niemand hier in de geuzelt. Toch ongemaald dat dat een onterechte gelijkmaker zou zijn geweest. Zegers. El Basri. Daar gaat Costons. Daar gaat Costons. Dit is zijn moment. Dit is zijn moment. Je weet dat het altijd komt. Ja, onwaarschijnlijk.
De man bij MVV dit seizoen. Je ziet hem bijna de hele wedstrijd niet. En dan is hij daar. Moet natuurlijk de paas wel goed zijn in die aanval. Zegers, El Basri. En die krijgt de assist dan op zijn naam. Maar de manier waarop Costons het afmaakt is echt typisch Koen Costons dit seizoen. Staat bij Peck nog twee wissels klaar, maar die gaan niet komen op het moment dat er vol verdedigd moet gaan worden. Velios en Castaneer, dat laat ook wel zien dat Peck nog wil winnen. Maar MVV kan ook winnen! En dat lijkt hier ook bijna te gebeuren bij een mogelijke 3-2. Costons komt daar wat tekort, maar hij was niet de enige. Die durft de paas richting de 16 te geven of de bal de 16 in te slingeren. Castaneer. En daar het schot van Van der Belt. Redding Matthijs. Goede redding ook zeg. Hard geschoten. Door de man die door zoveel Eredivisieclubs wordt begeerd. Thomas van der Belt. Costons. En daar komt Schendelaar. Moet hij daar wel komen Schendelaar? Daar moet hij helemaal niet zijn. El Azraq. 3-2 MVV. Hoe dan? Ja, Schendelaar baalt als een stekker. Maar die had ook helemaal niet uit moeten komen misschien wel in die situatie. Had gewoon nog ploeggenoten bij zich. Wat een ontlading bij MVV ook. Heerlijke voetbalavond in Maastricht. Je kan niet anders zeggen. Maar in het blauw en wit lopen er heel wat rond die een flinke baal in hebben. En dan druk je eigenlijk nog te voorzichtig uit. Er leek niets aan de hand namelijk na 15 minuten. En ook daarna niet. Peck was heer en meester. En het doelpunt van Zepar heeft het geloof teruggebracht in Maastricht. En dat geloof heeft zich uitbetaald.